allemaal. Nu komt het. Ja, we hebben beeld. Het congres heeft in december 2018 het implementatieplan AVVN vastgesteld. Van de invoering en de uitwerking van de nieuwe weg die we met z'n allen zijn ingeslagen, doet het bestuur een jaarlijks verslag. En dat gaan we nu doen. Volgens mij ben ik nog even terug. Nee. Oh, wacht. Terug. Zo, ja. We hebben veel energie gestoken in de organisatie. Die moet op orde zijn om zowel in als extern slagvaardig te kunnen werken. Voor marketing en communicatie en voor extra juridische kennis waren er nieuwe competenties nodig. Sorry. Met de komst van nieuwe collega's en door een andere werkwijze is er binnen het team en tussen het team en het bestuur hard gewerkt aan een nieuwe manier van samenwerken. Dat proces is nog niet helemaal afgerond. Corona heeft het er niet makkelijk op gemaakt, maar het einde nadert. Wie werken er allemaal voor jullie? Ruud heeft net de mensen voorgesteld. Ik doe het met plaatjes. Dit is Janine Bruinogen, senior medewerker marketing. Francis Floor, ik zeg het altijd Engels, maar het is gewoon Nederlands. Beleidsadviseur. Ruud, die hebben jullie al uitgebreid in beeld gezien, onze voorzitter. Ans Hobbeling, bestuurslid. Tineke de Noet, secretaris. Wim Hoentje, directeur. Dat ben ik, zei de gek, Hans Verleeuwen, vicevoorzitter. Dit is Ilham El Majiti, de verenigingsadviseur. Over het beleid, nee, over de... Madelon, ja nee, Madelon. Het contactpersoon over de, tussen de verenigingen, de communicatie. Marga Vlaardingenboek, bestuurslid. Magda Vlaardingenboek, bestuurslid. Penningmeester gaat over het geld. En tot slot Herman Vroklagen, communicatieadviseur en organisator van dit evenement. Tijden veranderen. Tuinieren verandert en het AVN verandert. We hebben een nieuwe naam. AVVN, samen natuurlijk tuinieren. En belangrijk voor onze herkenbaarheid en uitstraling, een nieuwe huisstijl. Een fris en aansprekend logo, heldere optimistische beeldtaal en een nieuwe vlag in maar liefst 2 uitvoeringen. We hebben een visie en een missie vastgesteld. Met de missie staan we ervoor dat we met tuinieren een waardevolle bijdrage leveren aan een groene leefomgeving en een gezonde levensstijl. En die missie voeren we uit met de visie dat we dit doen door uitwisseling van kennis en het aanbieden van deskundigheid en door op te komen voor samen natuurlijk tuinieren. We hebben de nieuwe lidmaatschappen uitgewerkt. Dat betekent meer keuzemogelijkheden. Naast het kennismakingslidmaatschap hebben we nu ook lidmaatschappen basis, basis plus, standaard en top. In tuinjargon zaai, kiem, groei en bloei. Het nieuwe lidmaatschap heeft inmiddels alweer 3 nieuwe leden opgeleverd. En dat is nooit weg. Onze nieuwe naam is statutair vastgelegd. Dat moest. De nieuwe lidmaatschappen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. En er is ook geregeld dat we online mogen vergaderen en online mogen stemmen. Het bewijs wordt nu geleverd hier live. En tenslotte is onze vereniging WBTR proef geworden. En daar moeten alle andere verenigingen ook aan gaan voldoen. Een veelgehoorde opmerking is dat onze leden niet weten wat het AVN allemaal doet. En dat is een slechte zaak. Dus we hebben veel geïnvesteerd in het verbeteren van de communicatie. Ons tijdschrift, de Tuinliefhebber, hebben we meer verweven met onze website. Ons ledennetwerk is zowel bedoeld voor de communicatie van AVVN met onze achterban, als ook met de onderlinge communicatie tussen verenigingen en tuinders. Het ledennet is het communicatieplatform van de community die onze verenigingen, aangesloten tuinders en supporters samen volgen. Meer over dat ledennet zien jullie straks na de pauze in een kort filmpje. Shared service. De basis daarvan zijn we aan het verstevigen. In 2020 zijn we samen met Carla Pelgrim van The Land of Avalon een proef gestart en hebben verenigingen aangeboden om tegen een aantrekkelijk tarief gebruik te maken van e-boekhouden. Dan wel de hele boekhouding volledig uit te besteden. Het bleek in een behoefte te voorzien, dus deze dienst die bieden we nu standaard aan.
Samen met externe partijen onderzoeken we de mogelijkheid om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren op een andere, meer toegankelijke manier op te zetten. Uiteraard betrekken we verenigingen die het keurmerk voeren of daar belangstelling voor hebben bij dit proces. Ondanks de coronabeperking zijn we gestart met workshops en lezingen. Noodgedwongen online, maar dat heeft wel het voordeel dat lange reistijden geen belemmering zijn voor deelname. De thema's voor de bijeenkomsten zie je staan. En de planning voor het najaar 2021 is inmiddels gemaakt. Onbekend maakt onbemind. Dus zetten we in, zoals gezegd, op marketing en communicatie. Een omvangrijke klus voor één parttimer. Er komt dus tijdelijk iemand bij. Het persoonlijk contact is iets wat we de laatste tijd erg gemist hebben. En dat geldt denk ik voor iedereen. Als alles qua corona goed gaat, en daar ziet het gelukkig een beetje naar uit, gaan we in de tweede helft van het jaar weer op pad om onze leden te bezoeken. We zien er naar uit om elkaar weer in levende lijven te ontmoeten. We gaan samen natuurlijk tuinieren nog nadrukkelijker promoten. Een hoop steden moeten voldoen aan een bouwopgave. Volkstuinen zijn echter geen potentiële bouwlocaties, maar sprankelende parken voor en in de wijk. We gaan met z'n allen laten zien wat we te bieden hebben en dat we er toe doen. Dank u wel.